Afgelopen dagen trokken talrijke buien over ons land. Voorlopig zijn we daar nog niet helemaal van af, maar die buiigheid gaat geleidelijk wel een beetje afnemen. Vandaag was het in Tiel nog eventjes door de zure appel heen bijten, want het fruitcorso ging gepaard met enkele buien en die paraplu kwam van tijd tot tijd echt wel goed van pas. Maar er waren ook droge en zonnige momenten in het weerbeeld en deze fotograaf had een droger plekje opgezocht met uitzicht op zo'n buienwolk en daarbuiten dus die blauwe luchten, zonneschijn en ook gelijk aangenamere temperaturen. We hebben aan het begin van deze week nog met een noordwestelijke windrichting te maken. En die relatief koele lucht die uitstroomt over het relatief warme zeewater. Dat is de perfecte voedingsbodem voor het ontstaan van die buien. Daar hebben we dus maandagavond en ook dinsdag overdag nog wel mee te maken. Maar wel al minder in aantal. Want vanuit het westen gaat dit hoge drukgebied zijn invloed uitoefenen. Dat gaat het buiensignaal wat onderdrukken en gaat dus langere droge perioden veroorzaken. Met ook meer ruimte voor de zon. We zien op de langere termijn helemaal in het westen van de weerkaart alweer een nieuwe neerslagzone naderen. Maar dat is pas iets wat later deze week een rol kan gaan spelen en dan weer wat meer wisselvalligheid introduceert. Vanavond hebben we eerst nog met enkele buien te maken. Die trekken van noordwest naar zuidoost over het land. Het zwaartepunt van die buien ligt boven het noorden en oosten. Maar ik sluit niet helemaal uit dat ook in het zuiden vanavond nog wel een enkele bui kan vallen. De temperatuur ligt daarbij tussen de 10 en 13 graden. Komende nacht neemt die buiigheid wat verder af. Zijn er langere droge perioden met ook opklaringen. En als de wind tijdens die opklaringen even wegvalt, kan het vooral in het binnenland behoorlijk afkoelen. Wordt een minimumtemperatuur van 6 of 7 graden verwacht op de koudste plek. En dat betekent ook dat het morgenochtend, vroeg in de ochtend, echt wel aan de frisse kant is. In het westen van het land, in de buurt van dat warme zeewater, is het wat milder met zo'n 10 of 12 graden en verspreid over het land. Dus wel nog enkele buien, maar de meeste plaatsen houden het droog. Ook morgen worden met die noordwestenwind nog enkele buien aangevoerd. Tussen de buien door ruimte voor de zon, stapelwolk, maar ook af en toe wel dikkere wolkenvelden en de temperatuur komt al zo rond 17 graden uit. Komende dagen gaat dat hoge drukgebied meer een rol spelen. Is het langere tijd droog, meer ruimte voor de zon. En vooral donderdag belooft een mooie dag te worden. Kan het lokaal weer 20 graden worden met een zuidelijke wind daarbij. En pas later, richting het weekend, gaat de wisselvalligheid mogelijk weer wat toenemen. Maar na die buiigheid dus eerst een wat drogere en zonnigere periode.